Yo, ik ben Thomas en deze week gaan wij een dropping doen. Alleen dat weten Giel en Stefan nog niet. Oké, Giel en Stefan zitten nu heel druk te vergaderen over een nieuwe serie en dat soort dingen. Maar ik ga ze nu vertellen dat we een dropping gaan doen. Dat vinden ze heel leuk, denk ik. Nee, gaan we iets leuks doen? Kijken ze bepaald dat we een nieuwe dropping gaan doen. 2.0. Ja, ik krijg het weer. Flikker op, man. Ja, ga nu. Nu? Ja, nu. Dus jullie krijgen me allebei een blinddoek om. Gast, ik ben nu om de jongste. Nee, echt niet. Oh, nee, ik moet het passen. Wat is dit? Ik heb je helemaal niet doen. Waar moet ik zitten dan? Gewoon hier? Hallo? Oké, de jongens zitten in de auto, we kunnen beginnen. Wat gaan we doen? Dat weet ik veel, vriend. To, ga jij ook rijden? Ja, ik ga rijden. Waar gaan we heen? Ga jij rijden? We gaan een lekker stukje rijden. Een lekker stukje? Doe je gordel op, zou ik zeggen. Ik ga Giel en Stefan droppen in het Franse gedeelte van België. Mag ik een broodje frikandel? Nee. Mag ik chips? Heb je drinken? Nee. Je verzorgt ons helemaal niet. Ik ga ze niet samen droppen. Nee, ik haal ze uit elkaar. Ben je goed, hè? Zo, ik word gek! Ik maak ze allebei vast met een ketting. Giel aan een paal. Wat doe jij? Wat doe je? Stefan zit met zijn handen vast. Giel krijgt de sleutel van Stefan. En Stefan heeft de sleutel van Giel. Kortom, ze hebben elkaar eerst nodig voordat ze verder kunnen gaan. Ze krijgen mij allebei een prepaid telefoon. En daar zit enkel in het telefoonnummer van de ander. Jouw nummer staat er dus in. En die van Stefan. Hun eigen geld, portemonnee en telefoon, die neem ik. Echt net mijn portemonnee in jouw geld? Ja. Giel krijgt van mij een envelop. Ben daar in de eindbestemming. Oké, ik heb jou gedropt in je eentje. Ja. En jij hebt iets wat Giel nodig heeft. En Stefan heeft iets wat jij nodig hebt. Gozer. Maar ik ben vastgebonden. Ja, precies. Succes. En nu loop jij gewoon weg en that's it. Ik ga er nu vandoor. Ik snap er echt de ballen van. Ik. En nu? Hallo? Namur, Luxemburg. We zijn in Luxemburg. Oké, dit is echt zo fucking random. Waar ben ik, ouwe? Sint-Garau. Het klinkt echt heel random. Ik heb dus gewoon een telefoon en ik heb een sleuteltje. Sleutel gevonden. Er zit Stefan op. Wat als ik nou deze hier... Tief is nog gebeld. Hallo? Giel. Stefan. Giel. Yo. Ja, waar de fuck ben jij? Ja, ik sta aan een paal vast, man. Je staat aan een paal vast? Ja, waar ben jij dan? Nou, ik ben langs de weg bij een plaatsje Sint-Garau, maar mijn handen zitten vastgebonden. Zitten jouw handen vastgebonden? Oh, ik kan wel lopen, maar ik heb geen idee waar ik ben. Luister, we moeten naar elkaar toe komen, want ik heb jouw sleutel. Jij hebt mijn sleutel. Ja, daar staat Stefan. Wat zie jij voor je? Ik zie voor me een heel groot gebouw met, oh shit, een Belgische vlag, ouwe. Nee, want ik ben in Luxemburg. Wat lul je nou? Ik sta bij een Belgische vlag. Ja, wat lul je nou? Ik sta hier bij een bordje, er staat Luxemburg. Hoezo sta jij in Luxemburg? Er staat hier Luxemburg.be. Ik zweer je dat ik in fucking België, kijk die vlag hier. Oké, maar luister. Zie jij een kerkje? Ja, ik zie een kerk. Ja, maar die is voor mij echt vet ver vandaan. Ja, daar ben ik. Ik sta nu naast die fucking kerk, gast. Dat meen je niet. Gast, daar staan wij zeker ruim 10 meter vandaan. Ik zie de kerk, maar precies daar loopt ook een weg en die loopt naar beneden. Zie jij de wijzers van de kerk? Ja, ik kijk tegen de donkere kant aan. Oké, dan moet ik hierin. Oké, ik ben bang dat dit een hele, hele lange nacht gaat worden. We kunnen elkaar nog steeds niet vinden. En jawel, ik sta nog vastgebonden. Jouw weg gaat dus omhoog. Ja, mijn weg gaat nu omhoog. Top, en er komt nu een auto langs waarschijnlijk. Ja, er rijdt nu een auto langs me. Ja man, dan zijn we dichtbij man. Uit. Hallo. Yo.
Oh, dat moment dat je Stefan hoort. Wat ben je blij dan. Jezus, weet je hoe ver ik gelopen heb, gek? Maar jij zit dus vast aan je handen. Ja, mijn handen zitten geboekt. Ja? Oh, jij, 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 jij. Oh, lekker, maat. Ja, jij hebt ook een sleuteltje als het goed is. Oh, yes. Yes, yes. Oh, yes. Hé, hey, we zijn los, ouwe. Oi, 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 oi. Waar de fuck zijn we, gast? Ik weet het niet, man. Maar ik heb daar een envelop gezien. Hier, Giel en Steven. Nee. Moet ik openen? Ja, open de shit. Ik heb deze van voor, man. Dit is wel belangrijk. 20 euro. 20 euro. Kom je ver mee. Kom er meer in. Beste Giel en Stefan. Dit is jullie eindbestemming waar ik jullie op sta te wachten. Tot straks in Houten. Maar Houten, dat ligt toch bij Utrecht helemaal? Waar zijn we nu? Geen idee. Ik zie hier een kaartje. Maar er staat op de tag Namur Luxemburg. Ja, ik denk dat we moeten gaan liften, man. Ja, dat ik ga nu meteen mensen. Weet je hoe laat het is? Ik ga nu meteen mensen zwaaien, jongen. We moeten zwaaien, zwaaien, zwaaien. Ik ga aanbellen, man. Daar heb ik. Ik betwijfel een beetje of we hier snel gaan wegkomen, vriend. Ja, ik ook. Die mensen spreken geen moer Engels en geen moer Nederlands. Zijn we nou in Luxemburg of in België? Ik weet het niet. Hallo. Het ziet er heel leeg uit daar, hè? Ja, er brandt wel licht. Ja, ik ga gewoon kloppen. Ja, hè. Bonjour. Bonjour. Goed volk. Can you speak English? No. Can you don't speak English? A little. A little. What do you want? We are dropped here. Can you give us a little ride? To the highway? To the pump station? Ja? Oké, ja! Ja, 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 ja. Lekker, houden. Is this French? Belgium. Oh, this is Belgium. Ah, oké, we zijn in Belgium. You okay, don't cool. Know, no, you don't know. No, no, no. Okay. Wow, thank you. Dankjewel. Dag is bier, jongen. Dankjewel. Meteen. Thank you. Kijk dan. Deze mensen die geven gewoon schoon een bordje Amsterdam. Ik krijg gewoon nog lekkere koekjes. Ik krijg hier een cola. Ik heb een biertje. Volgens mij moeten we hier gewoon gaan wonen. Ik hoop dat ze het wel begrijpen dat ze ons afzetten bij een goede plek. Want anders dan zijn we fucked up. Als Thomas denkt dat wij het slecht hebben, nou dat hebben we eigenlijk helemaal niet. Helemaal niet. We zitten aan een biertje van 9,2% alcohol. Lekker hoor. We hebben een hoop snoepjes bij. Ja, wafels. En deze mensen zetten ons gewoon gelijk af bij een benzinepomp aan een drukke weg. Ja. Dus Thomas, misschien zijn wij zo meteen zelfs al eerder. Ik hoop het, man. Proost, ouwe. Proost. Thank you very much. We need to go to Amsterdam. We need to go to Amsterdam. Oh, it's wrong way. Yeah, but sorry. But you go that way, right? We're going to Liège. To Luik. To Luik. Luik. Yeah, Luik. Ja, dat is niet. Luik, dat is wel goed. Dat weet ik niet, ja. Liège, dat is wel richting Nederland. Can we go drive with you? Can we go? Ja, man! Ja, no problem. Ik maak een race van ook. We hebben zojuist 5 minuten stilgestaan daar bij het tankstation. Ja, dat is wel waar. We hebben gelijk een nieuwe lift, die brengt ons naar Luik. Dat is een perfecte plek. Ja. Dan kom je bij Maastricht. Luik naar Maastricht. Nou, we zijn nu weer bij het volgende tankstation. Dan gaan we hier weer een andere lift scoren. So, thank you very much. Bye! Woo! Goedenavond. Spreek je Nederlands toevallig? No, Holland. Oh, can you speak English? Can you speak English? Yes. Yes, yes. Can we go drive a little bit? Yes, yes, yes. We zitten nu in de auto. Ja. Met 2 gezellige mensen. Ze hebben wat bier gehaald. Ja, kijk aan. Lekker. Cool. Thank you. Merci beaucoup. Wow. Merci. En we gaan nu onderweg naar Maastricht. Ja, ik denk dat Thomas zich zorgen moet gaan maken, Steven. Ik denk dat wij serieus bijna zo meteen eerder zijn. We gaan snel, hoor. Dan worden we wel heel snel. Echt rap. Dat is super gezellig, hoor. Ik weet, ik heb een topavond. Oké, go to Amsterdam! Yeah! No. Oh, joh. Gaat ze knettergek, joh. Hij is echt knettergek. We zijn op dit moment ook wel heel erg benieuwd hoe het met Thomas is. En of hij toevallig al in Nederland is. Want wij kruisen over ruim 20 minuten de grens. Hey Thomas. Yo, waar ben jij? Oh, je zit nog in België. Oké, okay, ja, wij
Wij hebben net onze allereerste lift te pakken. Ja, komt allemaal goed. Doei. Deze gozer zit nog onder Brussel. We zitten er al boven. Nee joh. Ja. Nee niet. Ja. Luister, ik heb nog nooit zo'n rit meegemaakt. We zijn net 1,5 uur geleden begonnen. Ik ben alleen maar, ik krijg van iedereen bier. Lijp, hè? Ja. Ik ben gewoon straks hartstikke teut. Wij zijn gewoon in Nederland. Hollanda! Hey! Heel awkward te zijn, maar helemaal in mijn uppie te klappen. Het is heel awkward dit. Ciao, man. Wat gaan we doen? Ik heb geen idee. We staan aan de verkeerde kant van de fucking snelweg. Er is hier helemaal geen kut. Ik ga de McDonald's binnenlopen. Kijk of die open is. Hallo. Hoi. Hoi. Hoi, oh mijn god. Oh mijn god, rustig. Nee, niet schrikken, niet schrikken. Niet bang zijn. We hebben alleen echt jullie hulp nodig. Ja. Is er iemand van jullie die richting Maastricht gaat, richting Eindhoven, richting Den Bosch? Ik woon hier 5 minuten vandaan, dus daar heb je niks aan. En iets gratis drinken of zo, is dat misschien? Iets van een ja, vind ik helemaal goed. Bekjes water. Doe ik het voor. Eit, lekker. Alright. Spa blauw. Dankjewel. Free spa. Ja, dan gaan we weer door. Alleen erg bij mijn afgezet worden. Je moet dat wel. Ja, kan het? Oh, lekker! Baas! Waar gaan jullie heen? Naar Maastricht. Thank you very much, man. Thank you very much. Oké, thanks, John. Dag meneer. Je wilt je helpen? Succes. Dankjewel. Dankjewel. Goed gesprek dit. Ik heb hem niet eens kunnen uitleggen wat we aan het doen waren en hij zei, fijne avond jongens. Hallo meneer. Waar gaat hij naartoe? Ja, top. Yes. Ik heb net die man aangesproken. Ja. En we mogen mee. Ja. Vrachtwagenchauffeur, helemaal top. Doei. Nou, we zitten weer hoor, Steve. Wat gaan we doen? Ik ga met de vrachtwagenchauffeur voor ons gaan communiceren. Nou, de goede avond. Gaat alles lekker daar? Rikkie hier aan de Rikkie daar. Ja, ben jij lekker aan het vappen, vriend? Kun je met elke vrachtwagen gewoon contact opnemen? Of? Ja, degene die zijn ding hebben wel, ja. Ik vind dat super irritant als vrachtwagens van inhalen. Ja, dit gaat wel even duren. Echt mooi, ouwe. Gewoon beetje per beetje gaan we gewoon langs die andere vrachtwagen. Thomas belt me. Zeg maar dat je in België zit. Ja. Yo, To. Yo, Stefan. Ik heb het zo koud gehad. Oh, shit, hé. Ik heb het zo koud. Oh, waar ben jij? Ik zit in mijn hotelkamer. Nee, viespeuk. Hij zit in zijn hotelkamer te chillen. Kut. Ja, wij zitten nog in België, man. Echt? Volgens mij is Giel nu een lift aan het fixen, dus ik moet zo weer ophangen. Oké, nou, succes, hè? Yo, dankjewel, lul. Nou, die gasten zijn nog even bezig. Daar zitten we dan, hè? In de kleine vrachtwagen met Ron, richting Amsterdam. Ron heeft ons afgezet in Vianen. Dat zal ongeveer nog 10 minuten zijn, naar Houten. Maar dan moeten we nog wel de locatie zien te vinden. En de lift. En de lift. Luister, we hebben nog steeds 20 euro. Willen we die uitgeven? Willen we dat doen? Ja, tuurlijk. Als ik daar met thuis dan kunnen we net zo goed naar het hotel daar lopen en zeggen, luister, bel voor onze taxi, hier moeten we naartoe. Dan zijn we er toch? Ja, is goed. Want ik denk niet dat hier gaat komen. Nee, hier komt niemand. We hebben het echt super goed gedaan, man. Het belangrijkste is dat het gewoon super gezellig was. We hebben zoveel verschillende mensen ontmoet. Ja, hè? Ja, dat vind ik altijd tof, man. Maar hier houdt het wel een beetje op, want het is gewoon super laat en er rijdt niemand meer op straat. Het is helemaal uitgestorven. Oké, bij dit hotel dus even een taxietje pakken. We moeten dit plaatje, ja, daar is hij in Houten. Maar ik herken het namelijk niet. Ik herken het ook niet. Sauli Dea Gloria. Het nieuwe stadhuis. Het nieuwe stadhuis. Is dat het nieuwe stadhuis in Houten? Denk je dat je daar voor 20 euro naartoe gebracht kan worden met een taxi? Dan ga je ook aan de 35 euro pakken. 35 euro.
Ik heb weer een extra. Oh, is er een stukje Felix? Hey! Luister jongens, wij moeten naar het nieuwe stadhuis in Houten. Is er toevallig iemand die ons daarheen kan brengen? Wie moet daar langs? Oké. Okay. Ja, ik doe het om jou vandaag. Ja, yes! Lekker! Yes! Kijk, dit is gewoon onze redder. Ja, man. Het nieuwe stadshuis, hè? Yes. Ja, man. Hier moet rijden. Dit plaatje. Het is hier ergens. Daar is het. Daar is het. Ja, ja, dat is het. Ja, dat is het. Ja, man, we zijn er, jongen. Ja, man. Ja. We zijn er. Dit is de eindbestemming. Het stond op het brief stond dat Thomas hier op ons zou staan wachten, maar in ieder geval, dus nu gaan we op hem wachten. Eens even kijken hoe het gaat met die jongens. Eens even Giel bellen. Kom gebeld. Zeg dat we die zijn. Hey Thomas. Hey Giel, hoe gaat het daar? Nou, wij zijn er al, To. En wij snappen niet waar jij bent, want jij zou op ons wachten, maar we zijn er al. Nee, lul niet, man. Ja. Ik hoop dat jij ook in het film bent, want we zijn er echt serieus. We zien het. Hè? Ja, maar ik zat toch gezegd dat jullie dat moesten laten weten als jullie in de buurt kwamen, want ik moet daar net al ook zijn. Ja, kom nou, man. Wij zijn er. Ja, hoor. Ik lig net godverdomme in bed. Ja, maar denk ik... Nu moet ik helemaal mijn bed uit en daar naartoe, hè. Top. Zal je hem hebben? De lul. Vind je het knap? Ik vind het leuk. Ik sta er echt versteld van. Ja? Ja, toch? Ja. Ik had het niet verwacht dat jullie zo snel hier zouden zijn. Ik ook niet. En deze? Ik hoef je de volgende keer niet eens te geven. Oh, meteen zo. Meteen zo. Alsjeblieft. Wauw. Gaat er nog iets gebeuren? Gaat er nog iets gebeuren? Heb je nog een verrassing verder of niet? Nee, dat was het. Oh, dit was het. Nou, doe je wel. Nou, lekker gedaan, hoor. Volgende week. Voor je dit een knijterhouden drop en geef dan zoveel mogelijk duimpjes omhoog. Ja, ik wil een 44.000 duimpjes, 785.000 miljoen. Lekker helemaal bezig. Top. En wil je meer van ons zien, abonneer op ons kanaal. En je kan ons volgen op social media. Twitter, Facebook, Instagram en Snapchat. En heb jij nou een toffe opdracht, ga naar onze website stuk.tv. En voer daar jouw opdracht in en je weet, voeren wij dan voor je uit. Zeker weten. Later. Doei. We gaan naar bed, ik heb gewoon nog tijd om te slapen. Lekker.